In deze video gaan we het hebben over de prehistorie, oftewel de tijd van jagers en boeren. In deze video staat de volgende vraag centraal, namelijk welke veranderingen op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied waren na de agrarische revolutie. Nou, om die vraag te kunnen beantwoorden, moet je eerst wat weten over de agrarische revolutie, moet je wat weten over de prehistorie en moet je wat weten over de manier waarop mensen in die tijd leefden. Als we het gaan hebben over de prehistorie en we hebben het over de periode waarin de mens ook belangrijk was, moeten we eerst wat weten over de mensen uit die tijd. Nou, rond 140.000 voor Christus ontstond er een nieuw soort mens, namelijk de homo sapiens. Eigenlijk de mens die we tegenwoordig nog steeds zijn. En in de loop van de eeuwen, misschien wel honderdduizenden jaren, zijn de menssoorten veranderd van eigenlijk een soort aapachtige naar steeds meer menssoort, menssoortige. Dat zie je hier ook op de tekening hieronder. Rechts zie je een van de meest beroemde en oudste skeletten die ooit zijn gevonden, namelijk de skelet van Lucy. En de naam Lucy is afkomstig van het liedje 'Lucy in the Sky with Diamonds' van de Beatles, want tijdens de opgravingen in Afrika, want daar komt die menssoort vandaan, stond dat liedje op de radio toevallig aan en besloten de archeologen hun opgraving, of hun vondst te noemen naar Lucy. Nou. Lucy was net als de eerste Homo sapiens en net als vele andere mens, uh, mensachtigen een jager en verzamelaar. Dat betekent dat deze mensen leefden van het jagen en verzamelen. Nou, in Nederland hebben we dat ook. In Nederland hebben we ook een periode gekend waarin mensen uh, geen schrift hadden en waarin dus met andere woorden wij alleen onze kennis van de mensen uh, weten door ongeschreven bronnen. En een van die ongeschreven bronnen is bijvoorbeeld, uh, of zijn bijvoorbeeld de hunnebedden in Drenthe. En hier zie je rechts uh, het grootste hunnebed in Drenthe uh, in, in, bij de plaats Borger. Nou, deze hunnebedden, daar dat zijn we later achtergekomen, een soort grafkamers, uh, een soort graven. En door de opgravingen die daarover uh, zijn gedaan, zijn we wat meer te weten gekomen. Mensen in de prehistorie hebben dus helemaal geen schrift nagelaten. En alles wat we dus van die mensen weten. Weten we door middel van opgravingen. Nou, hoe zag het leven van een jager en verzamelaar er nou precies uit? Nou, de tekening rechts zie je zo'n tekening van zo'n uh, groep mensen die leefden als jager en verzamelaar. En de mensen die uh, leefden als jager en verzamelaar, leefden in kleine groepen. Want zij trokken rond. En dan was het eigenlijk ja, niet meer dan logisch dat je met kleine groepen uh, rondtrok, omdat je dan veel makkelijker je kon verplaatsen en ook veel minder voedsel moest uh, zien, te, zien bij elkaar te krijgen. Deze mensen, omdat ze rondtrokken, hadden ook weinig bezittingen. Uh, en uh, ja, omdat ze dat gewoon niet mee konden nemen. Uh, en omdat iedereen eigenlijk in dienst was van de groep om eten te zoeken of dat nou uh, te verzamelen of op jacht te gaan betekende dat ook dat iedereen ongeveer gelijk was. Iedereen had zijn eigen taak, waardoor er kleine sociale verschillen waren. Omdat deze mensen rondtrokken, noemen we dat ook wel een zogenaamd nomadisch bestaan. Uh, en ja, ze trokken letterlijk hun voedsel achterna, was het voedsel op, dan trokken ze naar een nieuwe plek. Nou, op een gegeven moment, zo uh, rond 9000 voor Christus, ontstond de Neolithische Revolutie, oftewel de Agrarische Revolutie. In het Midden-Oosten, en je ziet het hier op de kaart, uh, in de buurt van het huidige Irak en Iran, uh, werd in die tijd Mesopotamië genoemd, uh, gingen de jagers en verzamelaars nu voor het eerst grond verbouwen. Waardoor ze van jager en verzamelaar een soort boer werden. Want de Agrarische Revolutie is niks anders dan een revolutie waarbij de jagers en verzamelaars veranderden in boeren. En omdat ze dan op één plek bleven wonen, ontstonden er zogenaamde landbouwssamenlevingen. De eerste boeren ontstonden in het Midden-Oosten, zoals ik net al zei. Maar langzaam en zeker kwamen er ook boeren in Europa en ook in Nederland kwamen er boeren. De eerste boeren in Nederland waren te vinden in Zuid-Limburg en Drenthe, en de afbeelding die je hier rechts ziet is een afbeelding die gemaakt is naar aanleiding van de situatie in Zuid-Limburg. Die mensen die gingen leven in grotere groepen, omdat ze namelijk op één plek bleven wonen, waardoor ze ook eh, ja, meerdere mensen tegelijkertijd konden voeden. Omdat niet iedereen eh, ja, tegelijkertijd aan het be bezig was met het voedsel verbouwen, eh, want ja, één keer in de zoveel tijd. Kreeg je een oogst en die oogst daar moest je een hele tijd doen, gingen mensen zich ook bezighouden met het aanleggen van voorraden. En omdat mensen zich gingen bezighouden met het aanleggen van voorraden, ontstonden er langzaam zeker ook nieuwe beroepen. Dan had bijvoorbeeld pottenbakkers nodig om die potten te maken. Je had mensen nodig die bezig gingen met allerlei andere soorten activiteiten. En in een nederzetting, in zo'n dorp van zo'n boeren, boerensamenleving, was niet iedereen dus meer boer. De mensen die op één vaste plek bleven wonen, die dus niet meer rondtrokken zoals de jagers en verzamelaars, eh, die leden een zogenaamd sedentair bestaan. Die bleven dus wonen op één vaste plek. Het leven als boer in die agrarische revolutie eh, lijkt natuurlijk in eerste instantie alleen maar voordelen op te leveren. Je kon op één vaste plek blijven wonen, je was niet elke keer afhankelijk van het voedsel van de volgende dag, eh, waardoor eh, ja, je honger zou hoeven te lijden. Maar in de praktijk. Had die agrarische revolutie ook best wel wat nadelen? Een van die nadelen was dat de boeren, de eerste boeren, een ongezond leven eh, leidden. Dat kwam vooral door het feit dat ze best wel zware lichamelijke arbeid moesten verrichten. En ze moesten eh, misschien hutten bouwen, ze moesten eh, ook de die grond bewerken, ze moesten oogsten, waardoor eh, ze ook dus vatbaar waren voor allerlei infectieziektes. Want bijvoorbeeld het vee wat ze hielden eh, bracht allerlei ziektes met zich mee. Dus. In, in plaats van misschien een makkelijker leven te leiden, leiden ze in, in eerste instantie misschien wel een ongezonder leven. En natuurlijk hadden ze ook te maken met misoogsten. Het kon wel eens een keer veel te hard regenen of uh, veel te koud zijn of veel te warm zijn, waardoor er misoogsten ontstonden. En je eigenlijk gewoon onvoldoende eten had om je bevolking te voeden, waardoor er hongersnood ontstond. En daarnaast, door die nieuwe beroepen en door die uh, grotere groepen, waren sommige mensen beter dan andere mensen... Of waren ze beter in staat om leiding te geven en kreeg je ook te maken met hiërarchie. En waardoor er ook eh, grotere verschillen ontstonden tussen de belangrijkheid eh, van mensen. En die hiërarchie eh, heeft voor heel veel mensen natuurlijk ook niet echt goed uitgepakt. De eerste landbouwsamenlevingen, we zeiden het net al bij de agrarische revolutie, eh, ontstond in Mesopotamië. Je ziet dat hier op het kaartje ook aangegeven. Mesopotamië, het huidige Irak, Iran. En ligt natuurlijk in het Midden-Oosten. In die landbouwsamenlevingen eh, kregen ze ook te maken met steeds grotere eh, dorpen. En die dorpen die groeiden uit tot steden, en die steden die groeiden uiteindelijk uit tot eh, machtige grote rijken. Nou, een van die eerste rijken, een van de belangrijkste rijken, eh, was dat van de Sumeriërs. En die Sumeriërs die, eh, zijn ook bekend vanwege het feit dat zij als eerste steden gingen eh, stichten. En. In die steden ontstonden net als in die dorpen in de agrarische revolutie ook sociale lagen. En op deze afbeelding zie je ook dat bepaalde mensen letterlijk hoger zijn afgebeeld dan andere mensen. Met name ook mensen die het gebied moesten verdedigen tegen aanvallen van buitenaf. Soldaten die klommen ook op in rang, terwijl de gewone boer eigenlijk een beetje onderaan die samenleving bleef bungelen. De Sumeriërs waren ook de uitvinders van een van de eerste schriften, het zogenaamde spijkerschrift, waardoor zij, want dat hadden ze bijvoorbeeld ook nodig om allerlei boekhouding op papier te stellen, of op, op, op schrift te stellen, het is natuurlijk niet op papier, maar in steen uh, ingekerfd, uh, en door dat spijkerschrift, uh, zou je kunnen zeggen, weten wij ook best wel veel over hoe het leven van die Sumeriërs eruit zag. En je zou zelfs kunnen zeggen, en niet alleen maar een, een soort aanname, maar eigenlijk meer een soort feit dat door het ontstaan van het spijkerschrift, de mensen in Mesopotamië van de prehistorie overgingen naar de historie, oftewel de geschreven geschiedenis. We hebben dus onze kennis van de Sumeriërs niet alleen maar uit ongeschreven bronnen, uit opgravingen, maar ook uit geschreven bronnen, in dit geval het spijkerschrift. Um, omdat ze een steeds gecompliceerde, gecompliceerdere, ingewikkeldere samenleving kregen, eh, kregen ze ook eh, meer belangstelling voor allerlei dingen eromheen. Cultuur eh, werd belangrijk, ook bijvoorbeeld geloof, dat daarbij hoorde. Nou, hier zie je een van de belangrijkste godinnen eh, van Mesopotamië, van de Sumeriërs, de godin van de vruchtbaarheid. En ze hadden niet alleen maar een, een godin voor de vruchtbaarheid, ze hadden voor allerlei soorten natuurverschijnselen hadden ze goden. En uh, als je te maken krijgt met meerdere goden, noem je dat ook wel politheïsme. Nou, als we dan terugkeren naar de vraag van, de, uh, van het begin van deze video, namelijk welke veranderingen op politiek, sociaal, economisch en cultureel gebied waren er na de Agrarische Revolutie, dan kunnen we de volgende conclusies trekken. Op politiek gebied kregen ze te maken uh, met bestuur. Jagers en verzamelaars hadden dat niet, uh, de landbouwsamenleving had dat wel. Uh, op sociaal gebied veranderde ook het een en ander. Uh, er ontstonden sociale verschillen, uh, wat ik net al zei. Uh, er ontstond hiërarchie, Bepaalde mensen waren belangrijker dan andere mensen. Er waren ook economische veranderingen. Uh, er ontstonden nieuwe beroepen. Niet alleen maar uh, mensen die zich bezighielden met het verzorgen van het voedsel, maar ook met andere uh, activiteiten. En op cultureel gebied zou je kunnen zeggen ontstond het schrift en ontstond ook een godsdienst in de vorm van polytheïsme. En je zou kunnen zeggen. Dat is eigenlijk de kern geweest van de overgang van de prehistorie naar de historie.